Barendrecht wil wel subsidie blijven geven aan Tubi, maar niet opdraaien voor de verliezen. Gisteren heeft het cultuurcentrum uitstel van betaling gekregen, omdat het nu ruim een half miljoen misloopt. Barendrecht vindt cultuureducatie heel belangrijk, maar wij voelen ons niet verplicht om bij te dragen aan het exploitatietekort dat in Dordrecht door Tubi zelf is veroorzaakt. In onze statuten zijn allerlei regelingen opgenomen over eventueel een verlies afdekken of wat er gebeurt als je uit gaat treden uit het samenwerkingsverband. En daar wil men zich nu niet aan houden. Volgens de statuten hoeven wij niet bij te dragen aan het exploitatietekort en daar dus ook geen gemeenschapsgeld voor uit te geven. Je kunt na 22 jaar niet ineens zeggen, ik heb er nooit bij gehoord. En het is ook volkomen onverwacht. De wethouder en het college is tot op het allerlaatste moment volledig meegegaan in de lijn van het herstelplan. De vijf andere gemeenten, Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht, Zwijndrecht en Hendrikje de Ambacht, is heel duidelijk. Die zijn woest. Ja, het had ze gesierd om met meer respect te spreken over het besluit dat in Barendrecht heeft plaatsgevonden. Een besluit dat ook wel overwogen genomen is. En wij zien een eventuele rechtsgang dan ook met vertrouwen tegemoet. Over 2 weken moet duidelijk zijn hoe het nu verder moet.